Goedemorgen! Goedemorgen! En wat zie je er weer mooi uit vandaag? Dankjewel! Je hebt allemaal veertjes. Ja. Van waar is die t-shirt? De Primark, denk ik. Ik heb hem al een hele tijd. Ziet er leuk uit. En ja, ik heb hem nou eens boven gehaald. Leuk. We hebben nu ook eigen thuis onze verwarming moeten aanzetten. Dus nu kan ik gezellig thuis in een t-shirt rondlopen. Ja, zo warm dat je inderdaad in een t-shirt kan rondlopen. We hebben hier een drankje, alle twee in CC-melk. Dat vinden we wel lekker. Proost. Proost. Dat is leuk om de dag mee te starten. Koffiekoekjes? Zeker, je hebt ook zeker geschud, hè? Ja. Ja, goed zo. Koffiekoekjes. En broodjes. Zeg, smakelijk. Smakelijk. Ah, wat heerlijk om eventjes bij te komen. Ja, het is vandaag nog een mooi weer, hoor. Ja, ik noem het altijd nazomerweer. Zo, ja. De zomer is echt wel voorbij, maar je hebt zo van die dagen dat je zegt van, goh, het is toch nog wel te doen. Ja. Het is niet zo koud. Maar dat kan morgen helemaal omslaan, hè? Ja, dat is ook waar. En waarschijnlijk slaat het morgen ijzig, ook wel. Ijzig koud worden en waaien en regenen en ijzelen. En, al die dingen die je eigenlijk liever niet hebt, maar ja. Ja. Dan moet je mee leren leven. Hè. Dat is wel inderdaad wel leuk. Eigenlijk, ik heb dezelfde jasje aan, maar eigenlijk hoef je dat zelfs helemaal niet. Nee, ik loop gewoon in mijn truitje. Ik heb het wel een beetje opengezet. Want het is echt wel, het is lekker warm. Even genieten. En genieten van het mooie weer. Terwijl... Van het zonnetje die zelf nog schijnt. Ja, ik had daar beter ook nog een zonnebril op gezet. Ja, dat had je kunnen doen. Terwijl vandaag is het ook nog... even heel even onderhoud nog aan het geocache. Ik heb hier een doosje bij. We hebben ook geocaches hier liggen in de buurt. En er is een geocache die onderhoud nodig heeft. En dat wil zeggen dat die moet vervangen worden. Omdat die misschien een beetje vuil is of het logboekje vol is. En we hebben nu een nieuw doosje meegenomen. En die gaan we dus nu in de plek gaan leggen. Ja. We gaan uiteraard niet laten zien waar die ligt. Dus nu gaan we dat... Het ziet er wel zo uit, onze geocache. Maar we gaan het nu even doen, dat onderhoud. En we nemen je niet mee. Sorry. Kijk, het is hier echt super. Super donker, echt heel erg eng. En het is ook nog heel erg slijkerig, de vloer. Je ziet eigenlijk misschien niet heel veel. De vloer, ja, dat ligt de grond. Je ziet eigenlijk niet, eigenlijk, ja, als je daar zo kijkt, is het nog licht. Maar als je gaat in het bos, dan is het wel donker. Ja, het is heel erg donker. Ja, we waren eigenlijk bezig met onderhoud en hebben er intussen nog een paar caches bijgenomen. Maar we moeten nu nog een stuk of drie doen. En het zal nu verder zoeken worden in het donker. Echt, het is moeilijk. Nachtcache. Het is echt heel erg moeilijk, ja. Vooral, weet je, we zien eigenlijk helemaal bijna niets. Dus als je zo, je ziet het zelf ook. Maar je ziet het zelf ook eigenlijk, ja, we zien eigenlijk echt niet veel. Ik zie wel in de verte ergens een lichtpuntje, dus ik denk dat we daar gewoon nog naartoe moeten. Hier zo is het lichtpuntje. Dus gewoon maar een beetje wandelen en hopen dat het goed komt, dat we veilig terug thuis komen. Haha, eng hoor. En dat dan nog eigenlijk in de periode van Halloween. Dat doet me dan weer denken aan wat de spoken. Halloween is voorbij nu, hè? Halloween is wel eigenlijk gepasseerd. Het is Sinterklaastijd, hè? Bijna. Het donker, dat hoort ook bij Sinterklaas natuurlijk. Bij de herfst. En dat is natuurlijk ook allemaal nu ook terwijl de klok verzet is. Dus daarom is het nu ook veel sneller weer donker. Haha. Kijk, onze voeten zie je nog. Het komt omdat we witte dingetjes aan onze voeten hebben. Na een stevige wandeling hebben we wel heel veel honger gekregen. En we gaan vandaag een recept maken uit het kookboek van Lidl. Je hebt het misschien gisteren gezien, we waren toen gaan shoppen met Lidl. En daar vonden we zo'n leuk receptenboek. Ja. En we hebben alle ingrediënten voor een simpele pasta met walnoten te maken. Het ziet er echt heel erg lekker uit. Het ziet er inderdaad heel erg lekker uit. En dat gaan we nu ook maken. Ja. Alleen, je ziet dat nu niet in de vlog. Maar straks om 4 uur, want we maken er een bonusvideo rond. En het gaat echt een super toffe bonusvideo worden, denk ik. Want het ziet er een overredelijke recept uit. Het is heel erg gemakkelijk, simpel om te maken. Het is ook nog budgetvriendelijk. Dus tot straks om 4 uur. En we hebben lekker gegeten. Ja, het was heel lekker. Ik vond het ook wel heel erg goed. Dus vandaag om 4 uur komt er de bonusvideo online. Staat hier op doos? Een doos. Wat is dat? Wacht, er zit hier ook een papiertje op. Beste Jolien en Jerno, omdat jullie de afgelopen tijd zo braaf geweest zijn, wil ik jullie verrassen met een leuk cadeautje. Groetjes, Sint en Piet. Oh my god, dat is super cool! Dat is een cadeautje van Sinterklaas dan? Ja. Maar nu al? Ja, zo leuk! Is hij al in België? Ja, misschien ja, anders raakt hij hier toch niet. Ja, ik weet niet hoe dat hij dat dan. Misschien heeft hij dat wel met een of andere zwarte Piet al, die al in België is ofzo. Oh my god! Wat is het? Het is iets leuks. Kijk eens. Oh! Het
is iets van Lego. Ja, jij hebt dat de vorige keer verteld in het shoppingcenter. Had hij die graag wou en nu heeft de Sinti geleverd voor jou. Ja, ja, dus het is eigenlijk dus... Je kan hier dus een robot mee maken, hè. Dus als je dat allemaal in elkaar steekt, dan heb je een robot. En die kan je bedienen met een app. Ja. Dus dan beweegt hij en doet hij. Maar moet je weten dat hij ook nog al deze andere dingetjes ermee kan maken. Ja, dus kan er een poesrobot van maken, of een gitaarrobot, of een... gewone robot. Een voertuigrobot die kan rijden, dat is wel leuk. Echt. Fijn. Kijk wat je hier allemaal mee kan doen. Je kunt Vernie de robot maken, Guitar 4000, Meter 4 en Autobuilder, oh my god. Ik kan er echt heel veel mee doen, hè? Ja. Zullen we het zo maken? Ja. Lego is dat natuurlijk bekend om iets dat je moet bouwen. Dus ik denk ook dat je de robot niet gewoon in het doosje gaat krijgen. Nee. Je gaat er volgens mij nog zelf in één moeten steken. Ja. Dan zullen er misschien wel verschillende manieren zijn om die robot te maken. Mm-hmm. Want je hebt natuurlijk verschillende robots. Zie je, dus een heel bouwplan bij. Gelukkig is er een bouwplannetje bij. Inderdaad. Trouwens, ik zie hier nu ook dat je 60 plus activiteiten kan doen met de app. Dus kijk, dat is zo, je kan er echt best nog wel veel mee doen. Oh my god, dat is echt super cool. Welke wil je graag maken, schat? Oh, ik weet niet. Waar kunnen we beginnen, hè? Echt moeilijke keuze. Zijn het veel stukjes? Ja. Heel veel stukjes. Gelukkig hebben ze het wel heel erg goed genummerd, hè? Wow! Heel veel verschillende doosjes. Met eigenlijk allemaal ongeveer andere dingetjes erin. Ja. Wat is dat daarin, dat kleine doosje? Ja, volgens mij zijn dat de... De motor. Ja, dat zou goed kunnen. Inderdaad. Hier moeten we nog batterijtjes in voorzien. Kijk, er is ook zo nog een volledig parcours hier uitgestippeld. Hier, om de robot op te laten rijden. Kijk. Hier is een startpijl en dan zo hindernissen, een banaan waar hij kan over uitglijden. Maar allereerst hebben we dit nodig om hem in elkaar te zetten. Oké, er zijn heel erg veel verschillende zakjes. Ze hebben wel allemaal nummertjes. Ik verwacht dat we moeten starten bij nummer 1. Maar ik heb hier net iets gezien. Allereerst moet je online of op je tablet Lego Boost opzoeken. Dan kan je pas zakje 1 open doen. En dan pas kan je beginnen met bouwen als je het filmpje eigenlijk bekijkt. Dit is iets zonder nummertje, maar daarin zitten dus wielen en nog dingetjes waar de batterijen ook in kunnen, denk ik. Of kan aangedreven worden. Ja. Maar ik zag daarnet dit hier. Kijk, je moet eigenlijk op de App Store Lego Boost opzoeken. En dan kan je pas het eerste zakje openen. Ja. En dan kan je beginnen met het in elkaar te zetten. En heel belangrijk, je hebt een tablet nodig. Alleen, we hebben geen tablet. Nee. Dus we moeten die even lenen van jouw mama. Ja. Dus dat moeten we nog eens vragen om deze tablet mee te nemen. En als we dan een tablet hebben, zouden we die Lego Boost robot kunnen maken. En ook kunnen opdrachten geven. Dus we gaan ervoor zorgen dat we een tablet hebben. En dan gaan we het eens maken. Ja, ik vind het nu wel heel erg jammer. Nu kan ik natuurlijk nog altijd niet starten met al deze leuke stukjes in elkaar te zetten. Maar sowieso denk ik dat we nog wel heel erg veel uren plezier hier aan zullen beleven. Het komt ook een beetje onverwachts, hè, want we hadden natuurlijk niet verwacht dat Sinterklaas het ging brengen. Dus in ieder geval, dank u Sinterklaasje. En we gaan er zeker vast iets leuks van maken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Dus zeker een duimpjes omhoog als je hem leuk vindt. En heel graag tot morgen. Ciao. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.